Nou, vandaag een halstukje om. En het heeft geen goede leuke reden. Want gisteren zag ik dat ze hier, ik weet niet of ik het kan filmen. Ik weet niet of je het kan zien, maar het naveltje dat ziet er niet zo netjes uit. Kijk of ik het aan de andere kant beter kan filmen. Ja. Hier kan je het wel een beetje zien zo. Maar het navelstrengetje, dat is een beetje ontstoken. Dus hebben de dierenarts gebeld en die heeft gekeken. Ze krijgt nou een antibiotica cure en een ontstekingsremmer. Want ja, je wil niet dat dat naar binnen gaat slaan. Dus ze moest voor het eerst even een halster aan, hè, voor bij de dokter. Ja. Dus, nou, hopen dat met de sisser afloopt. Ik heb het gisteravond ontdekt. Ik heb er natuurlijk vannacht niet van geslapen. Maar hopen dat de antibiotica snel helpt. Nou, ook met een halstertje aan kan je tussendoor even linken. De dierenarts is de medicijnen aan het halen. De moeders hebben we even vastgezet. Maar die vindt het allemaal prima, gelukkig. Hè? Je lief, hè? Er zit een touwtje in je mond. Nou, eindelijk geen storm, geen regen. Wel koud, maar dat vind ik niet erg. Het heeft een beetje geboren vannacht. Maar de bak is goed. Tenminste, in zoverre, ik heb gisteren Ime gelongeerd. En moet even kijken hoe dat er dan uitziet. Dat is echt erg. Dus na het longeren moet ik hem altijd even slepen. Dan gaan we genieten van deze mooie dag. Nou, Stompie houdt ook de muizen uit de rij van de buren. Maar met de buren hebben ze denk ik toch wel even een probleempje. Want daar gaat een hoop water de lucht in. Het is februari, dus die wij sproeien, dat lijkt me nog niet echt nodig. Dus ik denk dat er een waterbak gesprongen is. Het heeft vannacht gevroren. Ik zal ze even appen. Nou, vandaag hebben we een oefenrondje in Naaldwijk. Ik heb een les bij Karin Arkebout afgesproken om in de wedstrijdbak te kunnen rijden. En ik heb gisteren iemand op stang en trends gereden en dat ging heel fijn, dus dat doe ik vandaag nog een keer. En ik heb een heel chic ornetje erbij. Ik vind het zelf wel mooi staan, maar hij gaat echt heel fijn op stang en trends. En hij is weer mega druk, dus ik ben benieuwd. Probleem, de auto startte niet, want de accu was leeg. Godzijdank hebben we hem aan de gang. We moeten nu echt heel erg op gaan schieten. Dus even voor de film, maar nu klaar. Nou, het mag echt allemaal niet lukken vandaag, want nou gaat ook het hek nog niet open. Godverdorie, niet te geloven. Ik mag niet starten vandaag, geloof ik. En hier pas ik niet doorheen natuurlijk. Of misschien net wel. Nou, pew, we zijn aangekomen. Wat een gedoe zeg. Eerst die accu leeg, dan krijg je die klep van die auto niet open. Je weet niet waar dat dingetje zit om dat mee te doen. Vervolgens ging het hek niet open. Er bleef er één hek dicht, dus er moest met een speciale sleutel gedaan worden. Nou, Ime is mega druk, niet bijten. Maar goed, we zijn alsnog op tijd en we gaan er gewoon wat van maken. Er doen niet normaal veel goeie mee. We starten 30 en dan mogen er maar 4 door. Dus ik ga gewoon mijn best doen en we zien het wel. Dan ben je druk. Pew! Je mag gaan lezen. AC, binnenkomen in verzamelde draf. C, rechterhand. Uitgestrekte draf, K voor
verzameldraf. Tussen I en B keert wending om de achterhand naar links. Tussen I en H keert wending om de achterhand naar rechts. In uitgestrekte stap, K verzamelde stap. Achterwaarts, voorwaarts in verzamelde draf. FX, H van hand veranderen, de bij het paard de hals laten strekken. Voor H teugels op maat maken. C verzamel de galop. En V van hand veranderen. V verzamel de galop. VKA contra galop. A eenvoudige galopwissel. Verzamelde galop. SHC contra galop. C eenvoudige galopwissel. MIE van hand veranderen. I eenvoudige galopwissel. ELF van hand veranderen. L eenvoudige galopwissel. A afwenden.
Zo, nou, we zijn weer thuis. Ik heb niet fijn gereden. Hij was een beetje lauw en ik heb een hele grote fout gemaakt. Ik ben gewoon in de verkeerde galop aangesprongen. Dat moet echt niet gebeuren op zo'n grote wedstrijd. Volgens mij zijn we 10e geworden en we hadden 62,8%. Ja, kan ik me helemaal invinden. Het was gewoon echt niet goed genoeg. Het was, het begon vanochtend heel goed, want ik had een hele mooie vlecht gemaakt, wat meestal ook niet lukt. Maar dat was dan ook het enige van de dag wat echt heel goed gelukt is. Dus, we gaan gewoon lekker een maandje thuis blijven en door voor het Z2 trainen. En dan ga ik in april met Ime Z2 rijden. De komende maand ga ik dan met Gaudi een beetje aan de gang om dat ZZ-zwaar een beetje voor elkaar te krijgen. En met de navelstreng van het veulen gaat het gelukkig goed. We moeten nog een aantal dagen op de antibiotica. Maar het wordt dunner en er komt geen troep meer uit. Dus het loopt denk ik allemaal met een sisser af. Helaas geen NK.